voor zover ik die nog niet gehad heb, natuurlijk een voorspoedig 2024 toegewenst. Met vooral in goede gezondheid. En dat vooral van al die mensen die, mag ik nu zeggen, net als ik een beetje op leeftijd komen, dan is dat zeker zo belangrijk als we dat vol kunnen houden dit jaar. Toch dat wij weer in deze voormalige raadzaal van de gemeente Brieden de nieuwjaarsreceptie kunnen houden, maar vooral kunnen overgaan tot benoeming van de poorten. Van de poorten van 2023, want dat kunnen we gelukkig nu weer. Als het goed is, maar dat weet ik niet, ik heb misschien een receptie voor, ze bellen mij op. Een van de gastvrouwen die er staat, die zegt, Wim, je gaat nog weer de receptie naar houden. Ja, dat komt goed. Ja, dat is goed, want we hebben het al geregeld. Oh, ja, nou, oké. Zo gaat dat dan. Dus beide dames aan deze kant, eens, we kennen elkaar nog een paar jaar. Dank voor de gastvrijheid weer en alvast van tevoren voor jullie inzet. En ja, bijzonder is eigenlijk ook wel Marjan, jouw laatste keer. Ja? Ja, want jij gaat half dit jaar dan ga je wat anders doen, denk ik. Ik moet weer bij volgende naar zee werken. Dankjewel voor alles. Niet alleen voor de laatste 10 jaar hier bij de poorten, maar ook daarvoor is het. Geweldig, meiden. Dat is een hele. Wat hebben we gedaan? We zijn naar Monnikendam geweest. Met een delegatie uit de Heerpleurvereniging. En daar hebben we meegevierd de week, of het weekend, hoe je het noemen wil, om de slag op de Zuiderzee, waar de watergeuzen zo'n 450 jaar geleden door de Spanjaarden besloegen. En daar zouden we moeten weten. We hadden wel een monumentendag. Op de monumentendag waar wij ons presenteren met het oudheidkamer. Althans wij, ja wij. En daar waren de Spanjaarden aanwezig die de bezoekers welkom heten met, nou dat hebben jullie precies gelezen, met natte sponsen. En daarmee verdedigden ze het kruidhuis het uitkamer. Desondanks waren er zo'n 125 bezoekers. En ik vergeet nog even te zeggen dat onder de Spanjaarden het hoge verbale geus was. Leids ontzet. Ja. Daar gingen we altijd heen, of daar gaan we altijd heen. En, nou ja, voor zover ik weet, de eerste keer dat dat afgehast moest worden door weersomstandigheden. Maken we dit jaar goed? Edward, klopt hè? Klopt, ja. Goed. En, we waren aanwezig bij de Ladies Circus Voorn bijeenkomst, die werd gehouden in de Sjoen. En die hadden het leuke idee, als jullie in Brieven bent en al die dames uit voren, dan moet je wel het idee hebben dat je in een aeropleursfeer komt. In een aeropleursfeer komt. En daarom hebben wij een show aangekleed in een aeropleursstijl. En een delegatie van de Spanjaarden die luisterden dan even met op. Ten slotte sluiten we af in een regulier seizoen met een 1 december viering, althans dat zou vorig jaar gebeurd moeten zijn. En wij herdachten de bevrijding van Brugge op de Fransen in 1813. Nou ja, organisatorisch was dat een beetje ingewikkeld geworden. Zijn we gaan nu. Misschien tussentijds nog een keer, en dan is het meer over 5 jaar, 28 dus. Ledenaantal, het idee, of de indruk hebben. Dat we nou ja, niet al te ver leden kwijt zijn geraakt. We zitten toch nog tussen de 11 en de 1200. Moet het nog exact een beeld brengen, Bert en Margriet zitten staan. Maar dat is goed te leren. Nou ja, in het grote voor naar 7 uur week. We doen het nog een keer. Dank. Dank aan alle hulpverleners en vrijwilligers voor hun inzet afgelopen jaar. Ik hoop dat ze dat de komende jaar ook weer zo voortzetten. Wat doen we straks? Wat doen we dit jaar? Maar het is een regulier jaar, moet ik maar. Zij heeft dat de uitheidkamer in het kruidhuis 10 jaar bestaat. Robert en Kassotte gaan er ongetwijfeld iets moois van maken.
En ze hebben nu wel het idee opgevangen, A, om de expositieruimte wat te vergroten. Maar die plannen worden nu wel uitgewerkt, dat kan. En de groepje gaat in februari, als ik het goed heb, zo de zaak boven wat herinrichten. En dan zoeken we, of zochten we, een opvolger van Antropenhuis. En zoals ik al vorig jaar zei, dan hebben we zo'n verkiezingscommissie, hartstikke geheim natuurlijk. Hartstikke geheim, dat doen we met drie mensen, de twee zitten een beetje zitten in de secretaris ondergetekend, de gemeentesecretaris van voor naar de zee. En gelukkig, we hebben een gesprek gehad met de burgemeester en de secretaris gehad. Nou, laten we dat voorlopig maar even doorzetten, deze procedure. Zeker voor de secretaris, die heen is, was dat nieuw. Je hebt er iets meer in gebeurd, wij deden dat zeer, dat een hele oude traditie bij de instelling van de poorten, dat we daar een taak weggelegd zien voor ook het gemeentebestuur in de zin van die gemeentesecretaris die betrekken we erbij. Het zit wel verder ervan af, maar we proberen toch te betrekken bij alles wat er gebeurt in Brieven rondom die hele profiel. En natuurlijk dan de burgemeester die aan het eind van de rit die poorten bekend maakt. Nou, graag bij deze willen we dat zo houden in de toekomst. Dat woord over van moeten jullie de raadzaal nog gebruiken, dat is onze dienstverlening. Daar zijn we nogal goed in. Zoals ik bijna elke dag in de krant kunnen lezen. Ik vind het ook wel fijn dat ik wat meer beslagen ten ijs kom dan vorig jaar. Vorig jaar ben ik heel behulpzaam door ieder van jullie. Zeker ook door de wethouder Robert van de Koor bij de hand genomen. Ik sta hier toch echt anders. Dus als in het college wordt gezegd, hoe zit het eigenlijk met de pakjes, dan weet ik meteen waar ze het over hebben, want zo werd dat ook in mijn vriendenkring genoemd. Leuke pakjes hadden jullie aan. Op 1 april heb ik dat uitproberen te leggen, dat die stilmische kostuums zijn. Dus gisteren werd gevraagd, hoe zit het eigenlijk met de pakjes? En dan weet ik meteen dat ik het kostuum van Trix van der Kluit in de aanbieding kan doen. Nou, dat bleken de heren niet zo aan te staan. Onze ene dame zag zich er ook nog niet helemaal in, geloof ik. En bij haar eigenlijk ook niet. Zo sta je hier dan nu. En dan hoop je maar dat al die kennis ook bewaard blijft. Robert van der Kooi en ik hebben vanmiddag bij de nieuwjaarsreceptie een van mijn voorgangers Kreber Mensen nog maar eens even getest. Hè, van waar gaan wij, hij had een nieuwjaarsreceptie, en waar gaan wij dan vanavond naartoe? Nou, het kostte even, het was iets langer dan ik gedacht had, maar hij is wat hier stond te gebeuren. En zo heb ik dat ook gisteravond aan de commissaris uitgelegd, dat ik overwoog om toch niet naar de nieuwjaarsreceptie te komen, want jij moet weten, dat 10 januari, weet ik ook allemaal, de ontstaansdatum van de vereniging, dan word ik in Brieven verwacht. Maar toen zei hij wat beteuterd, het is mijn laatste speech. Dus vandaar dat we het zo spannend hebben gemaakt en wij samen ook op en neer zijn gegaan. Maar hier wel zijn. Hier mocht ik vorig jaar, dat vergeet je dan ook zeker niet weer, mijn eerste publieke optreden beleven. En met heel veel plezier heb ik mij daar het afgelopen jaar ook op allerlei momenten in kunnen verdiepen. En werd ik natuurlijk hier vorig jaar geïntroduceerd, maar ik vond het ontzettend leuk om bijvoorbeeld toen ik de Pieter Klein-Beering van het Van Huygensjournaal van de Telegraaf op bezoek had, om hem dan te introduceren, om hem mee te nemen naar de permanente expositie in de Oudheidskamer. Op de Wallen, en misschien heeft u het gezien, daar heeft hij ook over bericht. Het is toch goed om te constateren dat een jaar na het jubileumjaar, 1 april, gewoon een historische dag is gebleven in Brieven.
nieuwe gemeente, maar nog steeds gewoon een historische dag, waarbij het spel dat jaarlijks wordt opgevoerd nog altijd veel bekijks trekt. Weer of geen weer. Bij de rammen van de poort kregen wij wel wat benauwd, maar Michel en ik hebben van kalknacht, we hebben echt letterlijk vanuit het raam gezien hoe dat gekalkt werd van kalknacht en de dag erop genoten. De tweede en ter geruststelling ook de laatste keer dat ik hier aanwezig mag zijn met de eer om de penning en ook dan dus de eer aan een persoon te mogen toekennen op die dag dat de 1 april vereniging, volgens mij was het in 1939, werd opgericht. Nou, dat kan er maar één worden. Ik zie de concurrentie. Ik ben natuurlijk niet in de jury, maar de burgemeester weet altijd alles. Gaat u daar maar uit. Dus ik zie de concurrentie soms ook letterlijk in de zaal zitten. Maar ja, de eer kan maar naar één persoon elk jaar uitgaan. En die weet je dan de volgende keer nog aan de beurt. Een bijzondere traditie, waarbij er dus jaarlijks sinds 1989 op 10 januari een poorter wordt benoemd. En dan is het dit jaar, als ik het goed heb, 34ste keer dat er een poorter wordt benoemd. En deze poorter zal dus de laatst benoemde poorter van 2022, Ad Halberg, die kan op zijn zitten, opvolgen. Een poorter heeft als doel het bevorderen, het uitvoeren aan manifestaties, betrekking hebben op Brielle als historische gemeente en daarmee in het bijzonder de viering van 1 april als historische datum voor Brielle. En Robert van der Kooi en ik waren ook in, ook dat heb ik volgens mij inmiddels toch enigszins onder de knie, hoe ik Hafikoets uitspreek. En het was ontzettend leuk om tijdens de dagen daar ook met hun te spreken over hoe dat toch ook bij hun ook werkelijk tot de verbeelding spreekt. De poorters en de oudpoorters die weten dat. Dat zijn zij die zich in het afgelopen kalenderjaar in het kader van zijn of haar bijzondere inzet voor een betrokkenheid bij Brielle en de 1 aprilvereniging zijn gekozen. En ieder lid van de vereniging kan daarvoor een aanbeveling doen. En ik weet niet of het zit tot of dat de burgemeester ook in dat opzicht misschien wel een historische rol met zich meebrengt. Ik heb al wat aanbeveling volgens mij voor gedaan voor de jaren dat ik hier niet meer aanwezig zal zijn. Misschien, ik zal nou letterlijk volgen of daarna geluisterd is. Maar de verkiezingscommissie, die moet ik nog even uitdrukkelijk noemen, die heeft dus bestaan uit de voorzitter van de 1 aprilvereniging, Wim van Noorden, secretaris van de 1 aprilvereniging, Bert Kleijs, en inderdaad gemeentesecretaris Rudy Heintjes, die ja, dan wel volgens mij voor het leven geblameerd is als je 's morgens meedeelt dat je mee naar een nieuwjaarsdiner van je vrouw moet. Volgens mij kan de burgemeester zich dat niet permitteren. Nee. Dus daar gaan we nog veel mee plagen. En dan nu nog echt de onthulling. Bloemen voor de park. Dus dan heb ik misschien al iets onthuld. Die bloemen zijn voor. Maar er is een park. Zal ik het maar gewoon de verkiezingscommissie heeft besloten om Paul Grootscholten te benoemen tot maar kom naast me staan. Ruim 15 jaar lid van de bemanning van het Geuzenschip in Prins Admiraal. Je bent actief bemanningslid en je probeert je een steentje bij te dragen in vaten en onderhoud. Je hebt actief meegewerkt aan de kindervoorstelling over Johan Been. Je bent speler in het spel om de sleutel van de stad op 1 april. Als baas in de herberg en stand-in
voor de rol van uw meid. Nou zegt mijn schoonzus, die actrice, die rol vervul je uiteindelijk nooit, maar jij hebt hem daadwerkelijk vervuld. Eén keer. Maar toch. Kanonier, belangrijke sponsor, in financiële zin van de vereniging. 20 jaar actief lid en speler van en binnen de Brielse toneelvereniging Sint-Leonardus. En je werkt mee aan allerlei activiteiten in Brielen, zoals Brielen achter de voordeur, Bruisend Brielen en de Open Monumentendag. Ik heb een wethouder die liever niet heeft dat ik het, dat is niet waarom Thomas, die liever niet heeft dat ik het woord duurzaam al te vaak gebruik, maar in het kader van de duurzaamheid moet dat echt worden vermeld dat jij een van de initiatiefnemers bent om restwarmte van de chemische industrie richting de kassengebieden te transporteren. Dat is helaas niet geslaagd. En dat je organisatorisch en financieel kartrekker van het aardwarmteproject in Vierpolders bent en daarmee ook terugbrengen van de CO2-uitstoot. En daar zal die wethouder vast en zeker wel bij zijn. Paul, dat is een opsomming van je verdiensten. Je hebt hem verdiend, die eretitel Poorter van het jaar 2023. Van harte gefeliciteerd, ook namens het gemeentebestuur, voor je langdurige en je enorme inzet. Van harte gefeliciteerd. Ja, en dan de... Ik zei nog, kan ik niet als burgemeester gewoon namens de gemeentesecretaris tekenen? Zo zijn de verhoudingen. Maar dat kan echt niet, want hij zit in de jury en ik niet. Dus dat wordt allemaal nog geregeld, maar daar hoort natuurlijk ook deze oorkonde bij. En daar horen dan dus... Jij mag dat cadeau doen, maar ik doe deze... Dank je wel. Kom erbij. Dan maak ik mijn handen droog. Anders is hij ook meteen bezoedeld. Jij mag hem vast. Hij is fantastisch. Ja, oké. Okay. Dank jullie allemaal. Ik ben niet zo'n goede spreker, dat weten jullie eigenlijk allemaal wel. Ik wil best wel af en toe een half uurtje in de kroeg lekker lullen, maar voor een groot gezelschap geneer ik me altijd vreselijk. Dus hartstikke leuk dat ik deze eer heb gekregen. Ik ben echt zeer verrast, laat ik het zo zeggen. Ik wist het werkelijk van iets. Bedankt dat jullie... het waarderen wat ik doe rond alle zaken waar ik mee bezig ben. En top, ik wens deze vereniging, maar dat weten de mensen die er bekend mee zijn, al heel lang heel veel goede zaken toe. En laten we hopen dat we lekker met z'n allen doorgaan naar een prachtig mooie 1 april en alle bijbehorende activiteiten. Dank u. Dank u wel, Paul. Goed, we sluiten hiermee af. Ongetwijfeld krijgen we nog wel iets te drinken van Maya en Marjan. En voor degenen die dan belasting hebben, kunnen we natuurlijk voor het gebruik van de overkant bij de hoofdvak toch even napraten. En de gelegenheid is er nu om Paul en Angela te feliciteren. En die staan al meestal hier voor. Ja, dat is wel komen. Ja, dankjewel.